Die kritiek komt bijvoorbeeld van deze man, Harry Verbon, hoogleraar overheidsfinanciën aan de Universiteit van Tilburg. Hij vindt het slecht dat de provincie steeds meer neigt naar het risicovol investeren van de essentgelden, bijvoorbeeld in vernieuwende ondernemingen. Ja, ze hebben idealen, ze willen dingen doen, maar ze zijn niet commercieel genoeg. Ja, dus ze laten zich bijvoorbeeld heel gauw inpakken door projectontwikkelaars, en aannemers, bouwers en dergelijke. En dan uh, zitten ze op een gegeven moment met de gebakken peren en de, de, zeg maar, de commerciële partijen, die lopen met, uh, met de winst weg. De provincie vindt niet dat ze het ondernemerspad opgaat? Het is niet ondernemen, het is deelnemen. Uh, je kunt uh, deelnemen door te geld te geven, en je kunt deelnemen door geld te lenen. En wij hebben steeds vaker met dat laatste gezegd: als dat lukt, dat geld lenen. en we krijgen dat geld terug, kunnen we het namelijk nog een keer voor Brabant inzetten. en ook voor nieuwe generaties weer nieuwe dingen doen. Maar daar zit dus een risico in dat je loopt met geld dat van ons allemaal is. Nou, in zekere zin is dat wel gokken met gemeenschapsgeld, ja. En dus je neemt een risico. En uh, dat risico kan heel erg verkeerd uitpakken. Pakt ook heel vaak verkeerd uit. Nee, gokken zou willen zeggen dat je je kiest voor het wordt mooi weer of het slecht weer en we zien maar morgen wat het wordt. Dat is het niet. Wij doen heel bewust op goede ontwikkelingen, waarvan wij althans denken dat ze voor Brabant goed zijn, gaan wij mee niet alleen subsidiëren, geld geven, maar gaan wij mee lenen, participeren, meedoen in deze ontwikkeling. En daarnaast benadrukt Van Heugte dat het geld eigenlijk mondjesmaat uitgegeven wordt en dat er nog zo'n 3 miljard op de bank staat.